De Raad van State zal over enkele weken uitspraak doen over de zaak die stichting Megastallen Nee uit Reuzeldermierde aanspande in verband met het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van de gemeente. Hun bezwaren en die van 22 lotgenoten uit het Brabantse dorp werden door de gemeente om diverse redenen niet ontvankelijk verklaard. En daardoor dreigen zij nu niet toegelaten te worden in de rechtszaal wanneer het bestemmingsplan waarschijnlijk volgend jaar bij de Raad van State in Den Haag dient. Het nieuwe plan geeft veehouders in het gebied de mogelijkheid hun bouwblokken uit te breiden tot 3 hectare, om daar vervolgens megastallen op te bouwen. En dat zou volgens de bezwaarmakers de leefomgeving kunnen aantasten.